vliegtuig. Wij hebben in 10 minuten gerend vanaf de McDonald's naar Hall of Gate H. Even serieus, we werden gewoon omgeroepen. We zaten gewoon zo lekker eten. Dat is de tijd waar we vergeten. Ik zei het nog tegen Liz van, what the fuck. We gaan te laat komen. Liz zegt, nee, we hebben alle tijd. Ik ben buiten adem. Ik heb mijn workout voor vandaag op hoor. Oh my god. Hey, maar je hebt wel ik had echt een gekke sprint gezet, dus het ging rennen. Maar ja, we made it. Hey, maar mijn koffer is wel gebroken. Ja, mijn trolley. Maar ja, die gaan we fixen. Ja, komt goed. Made it. Zo, onze Uber is er. Oh mijn god, het is freezing hier. Wacht even tot de man de achterbak open doet. Ja. Yeah. But it's supposed to be. Like, do you know the address? Yeah, I already put it in there. Yeah, oh, okay, cool. Cool, cool. Yeah, we're almost on Oxford Street. Is it a long drive? 1 hour. 1 hour, oh gosh. We zitten letterlijk midden in de stad. Daar ergens achter zit Oxford Street. En dit is volgens mij het appartement wat we gehuurd hebben. I think so. Hoe cute. Zo, we zijn intussen aangekomen in ons appartement en ik heb me omgekleed. Jumpsuit aan van LA Sisters. Liz is aan het klaarmaken. Ons appartement is echt cute. Dit is de huiskamer. Cute. Hoe heet dat restaurant? Daar gaan we eten ook weer. Liz. Sassoni of zo? We gaan in Sassoni. Ik weet dat het pasta is. Ja. Liz altijd. We gaan bij Sassoni eten en dan gaan we naar club. Ik weet niet. We gaan wel kijken. Ons eten is er. We hebben 2 soorten pasta's besteld. Bon appétit. We hebben echt zo 1 espresso besteld. Want ik val gewoon in slaap hier. Ik ben zo moe. Het is nu inmiddels al. Oh, even kijken. Ik kan niet zien. Maar het is nu bijna. Het is 1:30. En dus in Nederland is het 2:30. So I'm tired. Nee. Ik wil geen suiker. We gaan nu even lopen naar de club, Chukio of zo. En dat is echt om de hoek. Kill dit koekoe. Oh, koekoe. So, we're almost there. Good morning, we staan nu voor de gate van ons appartement en we gaan nu eventjes een supermarkt zoeken. Somewhere here. Want we gaan even ontbijtje halen en gewoon een beetje spulletjes voor in het appartement. Als honger hebben we dat tenminste kunnen eten. En daarna gaan we douchen, omkleden en de stad in. That's the planning for today. Scan iets. Heb ik al gekeken? Doet hij het niet? Biscuit now be placed in your bag. Oh, je moet het naar rechts schuiven, die dingen. Je moet het op de grond daar zetten. Help is coming. Oh. Oké, we hebben dus even boodschapjes gedaan. We gaan denk ik even een ontbijtje maken, eitje of zo. En dan gaan we de stad in. We zitten nu bij de Ivy Soho Brasserie. Dit is gewoon echt achter ons appartementje. I like it. Wat zullen we nemen? Sowieso neem ik latte macchiato. Zie je echt zo'n nice juice. Strawberry, raspberry. Oh, dat is ook lekker.
find in the Five Guys. You fat ass. Always eating, right? Okay, baby. Toen we thuis kwamen van shoppen, hebben we echt de hele tijd gewoon lopen chillen. En toen moesten we echt in een kwartiertje ons opmaken en alles doen. En we zijn nu onderweg naar Novikov. Kiana komt daar ook naartoe. En dan gaan we lekker eten. En daarna is de planning om naar Club Tape te gaan. Want om 12 uur ben ik jarig. Word ik 22 jaar. Dus daar heb ik wel zin in. Maar we hebben echt zo gehaast. Dus ik zit echt zo vet gestrest nu in de auto een beetje uit te rusten. Ja. Want eigenlijk was Novikov helemaal volgeboekt, maar gelukkig hebben we toch nog een reservering kunnen krijgen. Maar ja, dan moet het natuurlijk niet te laat komen, straks is onze tafel weg. Ja, dat zou dom zijn. Echt, hè? Dus en ja, er is ook de hele dag file hier, man. Wow, we waren rood net. Dat komt omdat we in de file staan. Oh. Door het licht. But anyways, that's the planning for tonight. Tuurlijk, on fleek, on point. Happy birthday to you. So cute. Hey, 22. My favorite. Zo, wij leven weer. We zitten nu in de Urban Outfitters, Oxford Street. En we zijn gewoon zo moe. We moeten nog lunchen en het is er volgens mij al 5 uur. We wachten lunchen, ontbijten. Ja, eigenlijk een beetje ontbijten toch. Wachten op mijn nichtje. Mijn nichtje uit Los Angeles, die woont hier nu tijdelijk. Maar ze is niet zo snel, dus we wachten even op haar totdat ze komt. En ja, het was gisteren echt gezellig, hè? Ja, ik heb echt een leuk verjaardag gehad, we waren ook echt laat thuis. Het was echt gezellig. We gingen ook, hoe laat stond hem op? Ik denk pas 3 uur of zo. Ja, de hele tijd wilde ik van rusten. Ja, ik was zo moe. Waarom echt laat thuis? Ja. En nu gaan we denk ik even lekker eten en dan weer naar huis en dan de avond weer eten.
Laten we even gezond doen bij Le Pen. Het is echt druk. Zo, dit ziet er lekker uit. Look who's here! My cousin! Ja. Ik denk zo. Alsjeblieft. Ben je nou eindelijk een keer klaar, slak? Slakje. Hoe vet is dit? Dit is hun cocktailmenu. Het lijkt op een magazine. Cute! En K-baby arrived. Thank you! En deze twee meiden zijn ook gezellig gekomen. Wacht hoor. DJ Space. OVO take unruly. Take must really let her own life. Are they never coming home? Shit. Preach my, preach my. Zo, we hebben overdag niet echt veel gevlogd, toch Liz? Weer buiten adem. But anyways, wat we vandaag hebben gedaan, we gingen weer naar Oxford Street. We hebben daarna gingen we naar een soort van vintage sectie. Waar was het? Wat voor buurt? Het heet. Oké, mijn hersenen werken vandaag niet. Maar het is een beetje een buurt, zeg maar, zo'n opkomende buurt waar veel jongeren wonen met vintage winkels en zo. Het is wel dope en ik ben even vergeten hoe het heet. Maar kom op terug. Dus dat hebben we vandaag gedaan. En daarna hebben we onze koffer ingepakt. Want vanavond vliegen we alweer naar huis. We moesten echt een early vlucht nemen, want Liz heeft een shoot. Dus vandaar dat we vroeg weg moesten. Nu zijn we onderweg naar Koya, restaurant en Monica's geland. Dus we gaan eten met Kiana, Monica, Lissa en ik. En daarna gaan we waarschijnlijk uit met wat andere vrienden van mij. That's the planning for today. Say hi. Lekker. Don Kova. Oh,
Pumpkin. Deze chickie nou in haar pak. Het staat je wel. Toch? Ja, het is mooi. Lekker fout. We zitten weer bij Sexy Fish. Thank you. Eet smakelijk. This looks so good. Kijk deze ratjes in bed. Wat gaan we doen? Lekker film kijken. Movie night. Movie night with the sisters. Dab. 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 Dat is echt white trash shit. Ik heb het ook nooit gedaan. Ik kan het ook niet. Ik heb het ook nog nooit gedaan. Nu jawel, soms zit ik wel in de club denk ik wel dab. Echt? Ja. Jawel, soms zit ik wel in de club en dan denk ik dab. Wow, ik heb er nog nooit zien dab hoor. Oh. Nee, klopt. Hey, soms ben ik in de club denk ik dab. We zijn bij Shake Shack. Oh my god, heaven is here. Maar echt gewoon. Dit is toch top? Dit is echt gewoon breakfast. Breakfast. Nou, onze mixtape drop tomorrow. Ja. Drop tomorrow. Drop tomorrow. Are you guys ready? It's gonna be fire. Fire. Now fire be. Ik ben lekker bank. Wij hebben de hele middag geslapen en nu gaan we naar Kia naar haar Matties toe. We wachten op Uber. Grap, ik hoef niet naar huis. Waarom gaan jullie dan? Kom, we missen allemaal die vlucht gewoon. No, ik ga deze keer echt naar huis. Ik heb hem al een keer verschip. Dat is toch maar 50 euro. Ja, dat wel. Ja, en een keer als jullie wat missen. Dat als jij blijft, dan blijf ik ook. Nee, maar alleen ik kan hier niet alleen blijven. Kijk mijn ogen. Ik kijk gelijk naar allemaal te kijken waar ik moet doen. Hell no. Bye bye. Tot vanavond. Oké, baby. Good morning, Monika is net weggegaan en wij zitten nu bij, hoe heet dit? Music Maker. En we gaan lunchen en dan gaan wij ook in de avond naar huis. We moeten werken morgen. Ik ga lekker uitslapen. Ja, we gaan lekker slapen. Oeh, looks so good. Ziet er echt lekker uit. Ja, hè? Zo, ik loop dus nu zelf op New Bond Street, want Kiana moest naar school voor een uurtje om een assignment in te leveren en daarna gaan we naar huis koffie inpakken en terug naar Amsterdam. Maar nu ga ik dus nog eventjes in mijn eentje lekker rondlopen. Best koud is het. Chalas. Back to Amsterdam. Wij gaan terug naar Amsterdam vliegen. Oké, say triple. Triple. Triple.